Hey Warriors en welkom bij een nieuwe video. Ik heb nog nooit mijn introductie in het Nederlands gedaan, dus dat klonk best wel vreemd. Ik heb vandaag een vraag gekregen in het Nederlands en ik dacht dat ik hem ook eens in het Nederlands zou antwoorden. Natuurlijk wel met ondertiteling voor al mijn Engelse followers, maar ja, there we go. Vandaag ga ik de volgende vraag beantwoorden. Een vraag van Eva. Ik vraag me zo af hoe ik kan letten op mijn gezondheid en gezond eten zonder angst en dwang, obsessie. Ik heb nu het idee dat ik die focus loslaat, dat ik alles ga eten en dat het helemaal niet gezond is en ook te veel. In welke mate let jij hierop? Hoe doe je dat? Ik ben benieuwd. Je eet zo lekker en gezond. Ook als ik mezelf vrij laat, eet ik veel brood en ook veel processed dingen met veel suiker. Ik werk ook bij een bakker. Hoe ga je ermee om? Ik ben zeer benieuwd. Groetjes, Eva. Eva, bedankt voor je vraag. Echt een hele goede vraag. En iets waar ik zelf ook wel moeite mee heb gehad tijdens mijn recovery. Nu weet ik waar mijn lichaam achter vraagt, wat het nodig heeft. En die dingen haal ik ook in huis. Maar in het begin van mijn recovery had ik echt geen idee. Haalde ik ook gewoon alles in huis. En probeerde ik gewoon van alles te eten. Totdat mijn lichaam een beetje meer door had. Wat het nodig had. Waar het trek in had. En welke dingen ik ook echt heel erg lekker vind. Op dat moment woonde ik ook gewoon thuis. Dus we hadden heel veel dingen in huis. Wat wel gemakkelijk was. Nu woon ik alleen op de universiteit. En moet ik ook voor mezelf dingen kopen. Dus mijn main tip om gezond te eten is om ook gewoon gezonde dingen in huis te halen. Ik had altijd heel veel veggies in huis, heel veel fruit. En ik weet dat het allemaal vers is en dat het ook allemaal opgegeten moet worden, want anders wordt het slecht. Dus als ik heel veel groente in huis haal, weet ik ook dat het allemaal opgegeten gaat worden. En dat ik ook daadwerkelijk gezonde maaltijden heb tijdens de week. Maar ik zorg ook altijd dat ik chocolade in huis heb. Brood, koekjes, dingen die ik ook gewoon lekker vind en die ik weet waar ik ook wel trek in ga hebben. En ik kan nu gewoon luisteren naar mijn hunger cues die mij dan zullen zeggen van, ja, nu heb je trek in een banaan of nu wil je ijs. En die dingen heb ik dan ook gewoon in huis. En zo niet, dan wandel ik naar de supermarkt en haal ik het in huis. Maar in het begin was het echt wel trial and error, een beetje een mealplan volgen en al mijn vier foods in mijn dagelijkse leven doen. Zodat ik er niet meer bang voor was. En zodat ik nu ook gewoon kan zeggen, ja, volgens mij heb ik daar trek in. En dat is oké. Dat mag ik gewoon eten. Dus ja, step 1. Overcome fear foods. Step 2. Naar je lichaam luisteren. En als je zin hebt in die fear foods, zie jezelf ook gewoon gunnen. En je moet dit inderdaad ook gewoon dagelijks blijven doen. Want ik had tijdens mijn recovery echt wel door dat ik in het begin heel veel brood at. Heel veel notenboter. Gewoon heel veel koolhydraten en vetten. Maar dat was gewoon wat mijn lichaam op dat moment echt nodig had. En die cravings, als je er naar luistert, die veranderen vanzelf. Step 3. Blijven luisteren naar je lichaam. Het is niet een one-off ding. Het is iets dat je dagelijks moet doen. Dus als je zin hebt in die banaan, eet die banaan. Als je zin hebt in ijs, eet dat ijs. Gewoon altijd naar je lichaam blijven luisteren. En dan kom je ook wel achter welke dingen je lekker vindt. Waar je vaak trek in hebt. En welke dingen je in huis moet halen. Dus die dingen haal je dan in huis. En ik denk dat je dan vanzelf eigenlijk wel dat balans vindt. Want je lichaam zegt wat het nodig heeft. En die dingen kun je dan gewoon vrij eten. Dus ja. Ik hoop dat je vraag een beetje beantwoordt. En ja. Stuur me al jullie vragen in het Frans, in het Nederlands, in het Duits, whatever. Ik zal mijn best doen om ze in die taal ook te beantwoorden in een upcoming Q&A. Ook al is het soms een klein beetje, hoe noem je dat in het Nederlands? Een mix van talen. Dus ja, als je deze video leuk vindt, geef het zeker een duimpje en subscribe. En ik zie jullie snel weer met een volgende video. Ciao!